Op station De Hut in Doetinchem nemen de reizigers de proef op de som. Want de OV-chipkaart kan immers voor het eerst echt gebruikt worden. Tenminste... Meneer, is het gelukt? Nee, het is niet gelukt. En waarom niet? Ja, ik weet het niet. Het is helemaal nieuw. Het is de eerste keer vandaag. Dus en nu dan? Misschien beter. Ja, nu stap ik gewoon in. Deze meneer moet duidelijk nog wennen aan het nieuwe betaalmiddel. Niet voor niets zet Sintus vandaag mobiele informatieteams in op de stations om reizigers te helpen met het digitale vervoersbewijs. Want al wordt er op veel plaatsen al maandenlang proef gedraaid met de OV-chipkaart, toch is er nog een hoop onduidelijk bij de reiziger. Ik reis met kaartjes van mijn werkgever. Dus ik ben benieuwd hoe mijn werkgever dat regelt. Ik zal dus navragen. Heeft u al een OV-chipkaart? Ja, klopt. En gaat u hem ook gebruiken vandaag? Nee, dat kan nog niet, want ik moet hem nog activeren. Ik heb een kaartje gekocht omdat het goedkoper is. En zo lopen de reizigers allemaal tegen hun eigen problemen aan. Volgens Sintus is het allemaal een kwestie van wennen. En is er voor elk probleem een oplossing. Behalve voor de kortingskaart van de NS. Maar de korting van voordeelurenkaart geldt niet op deze trajecten. Daar moet je dan nog gewoon een papieren kaartje voor kopen. Toch weer een uitleg die u moet geven erbij dan? Ja, voorlopig even wel, maar het is tijdelijk. Het speelt gewoon in het hele land, bij alle regionale vervoerders. En we zullen de komende tijd alles op alles zetten om te kijken hoe we ook hun producten kunnen verwerken op de OV-chipkaart. Ja, het is even lastig, maar ik denk dat de mensen het wel snappen. Dat geldt in elk geval niet voor het steeds maar opnieuw moeten in- en uitchecken. Uitchecken in Arnhem en weer inchecken bij de NS vind ik geen succes. Voor wie er maar niet aan kan wennen, tot 30 juni kunt u gebruik maken van het treinkaartje of de strippenkaart.